Ga even naar links, je zit in beeld. En het is zo stil in mij. Ik heb nergens woorden voor. Het is zo stil in mij. Houd dan gewoon je bek dicht. Wil jij nog koffie of thee? Doe maar thee, ja. Wil je thee, ja? Zeg nou zelf, Bert. We hebben toch eigenlijk gewoon het leukste beroep in de hele wereld? Oké. We hebben toch eigenlijk gewoon het leukste beroep in de wereld? Potverdikke me zeg. Er zitten allemaal munten in mijn beker. Ja, je wou toch muntthee? Hé hey Gerrit, hoe heet het roddelblad waar je nou op bent geabonneerd? Ja, dat is privé. Oh, laat maar. Hé, hey, weet jij al wat je met Oud en Nieuw gaat doen? Nu al? Nee, met Oud en Nieuw zeg ik toch? Wat zou jij doen als je morgen van top tot teen vernapt zou zijn? Niks. Goed jongen, waarom wil je deze baan zo graag? Omdat ik geld wil hebben. Hé hey Bert, een vraagje. Met welke gel houden egels en stekels overeind? Ik zou het niet weten, wat is het antwoord? E-gel. Shit, die bank is nog steeds niet bezorgd. Volgens mij is er iets misgegaan met de bestelling. Oh, ga er dan maar niet op zitten wachten. Ja, dat kan toch dus niet? Hij is nog niet bezorgd, zeg ik net. Hé, hey, Piet. Als ik door mijn wimpers kijk, dan ben je nog best wel knap. Dankjewel. Alsjeblieft. Proost. Op deze kutzomer. Herbert, aan mokken hebben we niks. Oké, dan ga ik even glazen halen. Voor mij had die soep wel wat mismaak mogen hebben. Ja, je kapper ook. Hey Dries. Ja, je was een fijne collega en daarom wou je eens ontzettend in het tonnetje zetten. Maar het was jammer genoeg vandaag bewolkt. Wat zou je zeggen? Hey, waarom moet je geen plek voor mij vrijhouden? Omdat jij op een varken lijkt en varkens op de grond.